Ik sta hier met de wethouder van cultuur van de gemeente Oude IJsselstreek, John Havendeel. En we zijn nu op de tweede dag van Huntekunst. Maar wat is nou het belang van Huntekunst voor de regio, John? Nou, ik zeg wel van eminent belang. Huntekunst heeft zich ook al wel 20 jaar bewezen. Mm-hmm. Dat ze ook op de achterhoek van de andere kant laten zien. Kunst, cultuurbeleving. En nu Huntekunst zich weer terug is naar de achterhoek. En dan in het bijzonder de Oude IJsselstreek. Back to the roots. Pas precies in de filosofie van de Druur en het Stiepark, een combinatie van heel veel functies, onder andere ook cultuurpas, nieuwe economie. Ja, ik denk ook dat de activiteiten à la Huntekunst ook bijdragen aan de vitaliteit van de Achterhoek. Dus ja, heel erg belangrijk. Ja, want ik zag jullie staan zelf hier ook met een stand. Ja, klopt. Ja. En merk je ook dat er veel belangstelling is? Ja, ik vind het wel grappig is, van heel veel mensen die gewoon uit deze omgeving komen, die kennen het wel. Hè, maar die willen nog even een naadje van de kous weten. Van, hé, wat ga je nou precies doen? En valt het allemaal mee, valt het tegen, want ze lezen natuurlijk allemaal berichten in de krant ook van dat sommige dingen ook heel erg moeilijk zijn. En maar ook heel veel mensen buitenaf die het fantastisch vinden, die het dan associëren met de Westergasfabriek of met het Ruhrgebied in Duitsland, die het wel een beetje kennen. En die ook zeggen van het is een fantastisch gebied en ook mooi voor hun de kunst. En sommige mensen waren ook al bij de opening van gisteren, waar ik iets vertelde van je zou ook het buitengebied moeten gebruiken. Maar daar krijg ik ook weer terug van mensen die zeggen, ja, het gebied als zich. Parkachtige uitstraling met beelden en noem maar op. Je kunt nog veel meer hier. Ja, ja. En de SSP al, wat vind je daarvan zoals locatie hiervoor? Ja, ik vind hem helemaal geschikt voor. Het is helemaal lekker ruw. En we moeten hem ook zo ruw houden. Wij moeten misschien nog wel iets meer comfort krijgen. Het is nu, de zon schijnt erop, dus dan is het redelijk warm. Maar ik begreep vanochtend dat het toch wel koud was. Dus misschien moeten we daar nog wel wat aan verwarmingachtige dingetjes bedenken. Maar voor de rest een mooie hal voor dit soort activiteiten. En is dat ook de bedoeling voor de toekomst, dat dit evenementenhal? Ja, het is een evenementen/kunsthal. En dan wel voor grootste activiteiten, maar wel geluidsarme activiteiten. Dus geen festival van Easy DC of iets van die aard. Wel een beetje beursachtige dingetjes die passen heel goed bij dit concept. Ja, ja. Hey, dankjewel John voor deze korte update. Ja, graag gedaan.